Zo, een hele goede avond, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Kerstavond. Ja, dus geen ochtendvlog. Vanmorgen geen zin om te sporten. Eigenlijk even geen zin om vanmorgen iets te gaan doen. Toen ben ik uiteindelijk nog wel naar de winkel geweest en toen heb ik niks meer gedaan. Eind van de dag, eindconclusie. Ik was het helemaal vergeten voor de rest van de dag. Maar goed, wat hebben we gedaan vandaag? Met familie, lekker. Chinees gegeten. Ja, we moesten toch iets. Ik wil toch in ieder geval nog wel wat voor de vlog doen. Oké, okay, dat zit er dus ook bij. Je kan het ook horen. Snuf verkouden. Daar heeft ook mede is de oorzaak geweest van niet sporten. Met constant aan het hoesten, constant aan het bijkomen. Snottert zit dicht. Sport niet lekker. Dus, ja, nou ja. Dan heb je een keuze. Dan maar geen vlog, geen sporten. Het is nooit bijna kerst, vakantie, noem maar op. Dus ja, dat. Maar ik wil toch niet helemaal gaan onthouden dat ik helemaal niks doe. Dus, het is wel een hele korte. Eigenlijk alleen maar bekendmaking. In ieder geval voor ieder die deze kijkt, zou ik in ieder geval zeggen, fijne feestdagen. Goed uiteinde, goed sportief 2024. Dit. En dan zie ik jullie volgend seizoen, volgend jaar weer terug. Volgende week nog een keer. Ik weet niet of dat ik volgende keer toe kom. Hangt een beetje af voordat ik zelf ben. Maar voor nu in ieder geval fijne feestdagen. Nogmaals, het was lekker, die Chinees. En de kerstboom hebben we ook nog staan. Dus ik zeg in ieder geval tot de volgende keer. Tot de volgende vlog. Duimpje. Abonneren. Tot de volgende keer. Ik weet het, het is een korte en normaal gesproken is het wel langer. Maar in deze wil ik het gewoon eventjes toch doen dat ik in ieder geval nog iets heb gedaan. Beter niks. Nee, beter iets dan niks. Zo moest ik het zeggen. Ja, okay. Maar goed. Ik zeg tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Abonneren. Tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.